Ach, zie je alles weer, dat is ook. Welkom. Dank u wel. Ja, goed dat je ons kan. Ja, ja maat. Dank u wel. Leuk. Dank u wel. Ja. Oh, dan begint het al hoor. Nou Thomas. Dank u wel. Hij loopt al vanaf gisterochtend 8 uur met schuim op zijn mond. Ja, je moet het weten. Ja. Maar eindelijk, hij heeft nog echt geslapen. Hoi, meneer Vries. Hoi, meneer Vries. Hallo. Is dit? Hoi, hallo. Hoi. 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 Kom maar mee. Yes. In grote getalen opgekomen. Welkom in elk geval bij dit persmoment van ADO Den Haag. De mensen achter de tafel zijn inmiddels bekend. Eventjes het spoorboekje doornemen. We doen zo een persconferentie. Matthijs trapt af. Daarna zullen wellicht de spelers en ook van Jeffrey van As nog een toelichting geven. Daarna is er ruimte voor het stellen van vragen. Thomas wil sowieso geen één op één. En gezien de grote hoeveelheid mensen doen we met Giovanni eigenlijk hetzelfde. Dus graag de vragen in de persconferentie. Uiteraard voor de fotografen en camera's is er daarna nog op het veld een fotomoment. Dus bij deze, Matthijs, ga je gang. Goedemiddag, welkom allemaal. Leuk dat jullie in grote getale aanwezig zijn. Dit moment is lang verwacht toch gekomen. Dat wisten we eigenlijk wel, maar we wisten niet precies wanneer. Ik hou het kort. Jeffrey gaat eigenlijk iets vertellen over de kwaliteiten van de spelers. Ik wil alleen een aantal dingen even kort memoreren. Als ik begin met Thomas Neesiet, heeft eigenlijk altijd bovenaan onze lijst gestaan. We wisten natuurlijk dat de kans groot was dat Björn Jonsen zou vertrekken. Thomas stond op nummer 1 op onze lijst, maar ja, op een gegeven moment werd het een moeilijk verhaal, om allerlei redenen. Toen zijn we doorgeschakeld naar een alternatief. Die naam heeft veelvuldig in de pers gestaan. Helaas is dat toen mislukt, maar wij zijn altijd contact blijven houden met de zaakwaarnemer van Thomas. En uiteindelijk ja, leek het dat we beter gingen hebben. Bijna dag en nacht met elkaar aan de tafel gezeten om te kijken hoe we de deal moesten structureren. Ik denk dat de timing en ook de creativiteit van beide partijen de doorslag heeft gegeven. Niet zozeer de hoogte van salaris of wat dan ook, wat ik teruglees. Ik denk dat het echt de constructie is en het feit dat Thomas een hele belangrijke speler in ons elftal gaat zijn naar alle verwachting. En nou, daar zijn we hartstikke trots op. Ten aanzien van Giovanni, eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Zat er heel lang op onze lijst. We wisten dat Tyrone wegging. We hebben ook altijd gezegd dat we, als we versterking halen, dan moet het ook een versterking zijn. Het moet niet alleen aanvulling zijn, maar moet een versterking zijn. Nou, die hebben we in de persoon van Giovanni ook echt gevonden. Het heeft wel lang geduurd. Als het aan ons had gelegen, was het veel eerder gebeurd. Alleen, we hebben natuurlijk ook te maken met FC Utrecht. Maar alle complimenten ook aan FC Utrecht. Want ik moet zeggen dat die contacten uitstekend zijn verlopen. En ook uiteindelijk heeft meegewerkt aan deze periode van het komende jaar huur. Maar we hebben wel onze zin gekregen, want met de komst van Giovanni op de rechtsbackpositie hebben we de versterking wel gevonden waar we al heel lang naar op zoek waren. En nu moet ik oppassen dat ik niet te technisch word, dus geef ik snel het woord aan Jeffrey, want die kan daar veel meer over vertellen. Dankjewel Matthijs. Nou ja, het klopt, het is natuurlijk een hele enerverende zomer geweest. Vorig jaar na het seizoen hebben we met de staf bij elkaar gezeten en hebben we afgesproken met elkaar dat we kwaliteit willen binnenhalen bij ADO. Een betere kwaliteit dan dat er al is, want we hebben al heel veel kwaliteit. En dan moet je ook af en toe durven gokken om wat langer te wachten met je beslissing te nemen. En er zijn heel veel namen gepasseerd, maar bovenaan het lijstje wat Matthijs zei, stonden deze twee namen. Kijk, om met Gio te beginnen, een type speler dat hij is, dat past bij ADO. Dat past uiteraard ook bij Utrecht, want daarom heeft hij al jarenlang bij Utrecht gespeeld. Hij heeft daar een hele goede concurrent aan Kluiber. En wij hebben heel goed contact gehouden al de periode met Utrecht. Ook met de familie. We zijn bij de familie thuis geweest. En dan voel je gelijk een klik. Dat is niet om te slijmen, want familie staat hier ook in de zaal. Maar dat heb je wel eens met mensen, dat het gewoon klikt. En Fons en ik hebben ons verhaal gedaan hoe we Gio zien. En hoe die moet gaan spelen. En dat verschilt niet zoveel met FC Utrecht.
Dus we zijn blij dat hij voor ons heeft gekozen. Tuurlijk is 28 augustus misschien wat laat, maar vorig jaar was het 31 augustus voordat we de boel hebben. Dus we gaan al vooruit wat dat betreft. Thomas, hetzelfde verhaal. Jiri zit hier in de zaal, is zijn agent. Daar hebben we al langer contact mee. Jiri werkt ook goed samen met Mina Raiola. We hebben een aantal spelers uit die stal. Dus we weten dat dat mensen zijn die het hart op de juiste plaats hebben. En Nation is geen onbekende in Nederland. En wij houden van spitsen die een bal kunnen vasthouden. Wie groot zijn, wie sterk zijn, wie de tegenstander opjagen. Wie er ook wat gevaarlijk uitzien. Want volgens mij is het niet fijn om tegen een grote sterke spits te spelen. Wij gaan er alles aan doen om, net als we vorig jaar met Björn Johnson zijn bezig geweest. En daarvoor met Mike Havenaar en Michiel Kramer. Gaan wij gewoon aan de slag. En de staf die wij hier hebben, en dan met name de trainerstaf, die krijgen het tot nu toe ieder jaar voor elkaar om de spitsen een zo goed gevoel te geven dat ze ook doelpunten gaan maken en dat ze belangrijk worden voor het team. Nou ja, daar geloof ik nu weer in. We zijn eruit gekomen met de speler en de speler is eruit gekomen met Boerza. Daar ben je altijd afhankelijk van. En ik ben ervan overtuigd dat met hulp van de staf wij ervoor kunnen zorgen dat Thomas zijn doelpunten gaat maken en wellicht weer gaat aansluiten bij het Tsjechische elftal. En als Gio gaat spelen zoals hij kan spelen, dan is dat ook gewoon weer een jong oranje speler. En daar leg ik ze geen druk meer op, want de druk ligt bij mij en bij Fons en zijn staf. Wij moeten zorgen dat die spelers zich lekker voelen en dat die gewoon gaan voetballen. Dat klinkt heel simpel, maar zo is het wel op dit moment bij Den Haag. Dat spelers zich thuis moeten voelen en dan ga je volgens mij altijd presteren. Dat was het wat mij betreft. Dankjewel. Giovanni, wil je kort iets zeggen? Of zeg je nou, ik wacht op de vragen? Nee, ik wil wel wat zeggen. Wil je even de microfoon naar je toe halen, alsjeblieft? Ja, ik ben hartstikke blij om bij ADO te spelen. En, ik heb veel wedstrijden gespeeld bij Utrecht. Onder Ten Hag ben ik eigenlijk in het eerste gekomen. En in totaal heb ik nu 65 wedstrijden gespeeld voor Utrecht. Helaas is het vorig jaar wat minder gegaan qua wedstrijden. Heb ik 17 wedstrijden gespeeld. En dit jaar wou ik weer graag alles voetballen. En toen zijn we met ADO tot een oplossing gekomen voor een huurconstructie. En ja, daar ben ik super blij mee. En ik vind het een mooie club. En ik ben blij dat ik weer kan laten zien wat ik in huis heb. En ik denk dat we er een mooi jaar van kunnen maken. Dus ja, ik ben er heel erg blij mee. Dankjewel. Thomas, short word in English? Yeah. What I can say. Maybe that you're happy to be here. Or Of course I am happy to be here. Nice to be back in Holland, in this club, and I hope we have good season, like me and the team. It's important, and that's all. Okay, it's enough. Zijn er nog meer vragen? Dan ben je welkom heten. Wat zeg je? Ik wil ze welkom heten. Oh ja, dat mag. Ga je gang. Oké. Okay. Yo, different koek nou, hè, Thomas. Dit is het ADO-journaal, hè. Ferry, welkom. Jij ook, maat. Ik heb jou al gezien net natuurlijk. Ik noem hem voortaan Gio. En ja, Thomas, welkom bij ADO Den Haag. The most beautiful club in the whole country. En nou, I see the shirts. Fantastic. I think we get a fantastic game. Yes? Yes. Welkom, Matthijs. Ja, maat, even toch eventjes natuurlijk over de financiën. Nee hoor, maat. Een klus geweest, toch? Want ik ben normaal niet zo weg van je getwitter en zo. Maar ik was vanochtend wel blij met je twittertje. Ja, Alberto, dat doe ik natuurlijk om jullie toch een beetje op de hoogte te houden. En ja. Ik heb de afgelopen weken ontzettend veel Twitterberichten gekregen met vooral vragen en zorgen van komt er nog een spits? Je hebt misschien ook wel gemerkt, daar was jij dan waarschijnlijk blij mee, dat ik wat minder getwitterd heb. Want ja, ik kan in deze periode helemaal niks zeggen en dat wil ik dan ook helemaal niet. Ja, dat vinden supporters vervelend. Maar wij zijn natuurlijk achter de schermen hier al een hele tijd mee bezig al. En ja, dan is het ook wel lastig dat je daar tussentijds niks over kan zeggen. Want Jim stelt mij ook wel eens vragen. Maar ja, soms, je wil niet liegen, maar soms is het ook verstandig om de waarheid even voor je te houden. En dat is wat je dan probeert. En ja, het was wel uitdagend en natuurlijk is er een datum van 31 augustus waarvoor je het geregeld moet hebben. Nou, soms worden dingen dan wat vloeibaarder naarmate die datum dichterbij komt. Ja. En het is hier uiteindelijk ook gelukt. Maar ik moet wel zeggen, samen met Jeff zijn we altijd heel rustig gebleven. Heel veel gesprekken gevoerd en nooit getwijfeld aan het feit dat we twee hele goede versterkingen zouden binnenhalen. En ook nog met de twee die we het liefst hadden. Dus wat dat betreft zijn we helemaal blij. Ja, want dit was de eerste keuze eigenlijk. Ja. Ja.
Dus even naar jou, WF, want ik ga jou gewoon complimenten geven. Want ja, je wordt af en toe neergezet als een autoverkoper en dit en dat. En daar wil ik best op reageren. Ik heb een topauto van hem gekocht. Ja. Maar maat, ja, ik zie dat wel als een versterking. Want ik zeg het vanochtend tegen Gio toen hij binnenkwam. Ik zei, ja maat, ik vond je altijd een vervelend mannetje om tegen te spelen. Maar ja, nou moet hij vervelend bij ons zijn. Nou ja, zeker. Kijk, hij is natuurlijk wel een verdediger, maar een verdediger wie ook gaat aanvallen. Ja. En daar houden we van in Den Haag. En zeker als hij voor Midden-Noord opkomt en die vrijheid heeft hij van de trainers. Ja. Dan is het gewoon leuk om naar te kijken. En dat moet ook bij ADO. Het moet ook leuk zijn om naar te kijken. En natuurlijk moeten we wedstrijden winnen, zoveel mogelijk. Maar het moeten wel spelers zijn die passen bij de club. En ja, zijn spel past gewoon bij de club. En dat geldt ook voor Thomas, ja. Zo'n type speler als dat hij is, wie oorlog maakt, dat past bij ADO Den Haag. En daarom hebben we ook gewacht op deze jongens. Maar jongens die oorlog maken, maar met die VAR kunnen we weinig oorlog maken. Ja, kijk, we hebben zo'n goede staf, die gaan duidelijk aangeven wat wel mag en wat niet mag. En het zijn beide eerlijke harde spelers, maar eerlijke spelers, dus dat moet goed komen. Nou, ik ben weer heel blij en ik kan niet wachten om naar huis te gaan om het online te zetten. Mooi zo. Veel succes. Dank je. Oh! Ik dopje eraf krijgen. Pak de pen, zit hij te vast, Jeff? Hij zat helemaal vast, Jeff. Ga uw gang. Er mag getekend worden. Happy Thomas, yes. Kom maar, Louis. Oké, proost. Op een mooie samenwerking. Heb je voor Fons ook een glaasje, Louis? Ja, wat? Nee, maar nu wel. Even Fons. Toosjes nog. En een applausje. Ja.